kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren. Een evenement van de 7 West-Friese gemeenten. En vandaag zijn we te gast in de gemeente Opmeer, bij de familie Derksen. Dit gepensioneerde stel woont al ruim 30 jaar in deze woning uit 1960. Ik ben benieuwd welke stappen zij allemaal hebben gezet. Nou, toen we hier kwamen wonen hebben we al heel snel een hoge rendementsketel geplaatst. Daarna hebben we dubbele ramen erin gezet. Okay. En toen zijn we eigenlijk gaan isoleren. Ja, de muren, het dak en ook de vloer. Nou, en toen zijn we met zonnepanelen aan de gang gegaan. Zonnepanelen? Ja, en, want die leveren ook echt wat op, hè, aan energie. Maar ze leveren eigenlijk ook iedere dag een geluksmomentje op. Een geluksmomentje? Nou, dat ga ik u straks eens laten zien. Oké, ben benieuwd. Wat heeft u in uw hand, meneer Derks? Dit is de moderne spouwmuurisolatie, synthetische wol. Nou, ik denk dat in deze muur ongeveer 10 gaten zitten. En dan blazen ze met een drukpomp totdat het eigenlijk bovenop zolder uit de spouw uitkomt. Oh, echt waar? En dat dus is dan een teken dat hij vol is? Nou, ook onze vloer is geïsoleerd. En dat hebben we gedaan met, ja, eigenlijk met plastic zakken. Plastic zakken? Het is heel belangrijk dat je je luik naar je kraakruimte ook zo dicht, zoveel mogelijk isoleert. En daarvoor heb ik zelf een beetje van dat piepschuim. Maar dit is eigenlijk de isolatie. En hoe werkt dat eigenlijk? Dat hangt tussen de balken, want we hebben een houten vloer, en dan hangt het uit. En dan ontstaat er hier stilstaande lucht. En die isoleert de vloer. Wat handig. Nou, en daarbij hebben ze ook nog een dampremmende laag op de ondervloer gemaakt. Zodat er zo min mogelijk vocht onder die vloer komt. En daar zijn er ook nog ventilatieluiken naar buiten. Maar dit is eigenlijk isoleren met lucht. En hoeveel levert dit op? Nou, samen met die muurisolatie heeft dat zeker 800-900 kubieke meter gas per jaar opgeleverd. Goedemiddag, wat een verschil. Dus dat is isolatie. Ja, ja. En dat zijn heel wat procenten. Meneer Derksen, waar kijken we naar? Nou, we kijken naar de opbrengst van onze zonnepanelen. Je ziet hier dat die op het ogenblik gezamenlijk 1,4 kilowatt is. Ja. En ze hebben tot nu toe 3 kilowattuur geproduceerd vandaag. Maar ik zie al, ik zie best wel veel uitslag in de lijn. Nou, heeft dat te maken met het weer? Dat is typisch het weer, ja. Want dat zijn de wolken die voor de zon komen. Ah, oké. Okay. En dan zie je dat hij op het dieptepunt, nou, toen kwam er denk ik een dikke wolk, nou, gedurende een kwartier. En toen was het maar, nou, een kwart kilowatt. Oh, wat goed zeg. En u kunt nog meer zien in dit scherm, toch? Ja, ook, ja, meneer. De zonnepanelen, dacht ik, hè? Nou, wat je kan zien, en dat vind ik ook wel interessant, dat is, je ziet hier zonnepanelen die ongeveer 5 jaar oud zijn. Ja. Die zijn gewoon van iets oudere technologie. Maar deze zijn 2 jaar geleden erbij geplaatst. Verdraaid. Nou, en dan zie je dat er de opbrengst al 10% hoger is. Zo zeg. Dus die technologie is toch behoorlijk snel verbeterd. En het verdient zichzelf dus uiteindelijk terug. Uiteindelijk, ja, is het toch weer terug. Allemaal winst. Jeetje, Mina, ik wist niet dat het verschil zo groot kon zijn. Nee, dat valt mij ook op. Maar ik ben daar eigenlijk, daar word je wel blij van. Nou, dat geloof ik ook. Daar word ik ook blij van. Ja. Hier zie je de meter. En dat is altijd een geluksmomentje in ons dagelijks leven. Dat is namelijk dat de meter terugloopt. En dan zeggen we tegen elkaar, mevrouw en ik, het geld stroomt weer binnen. Een hele rondleiding, jullie hebben echt heel veel gedaan. Wat is nou de belangrijkste motivatie geweest? Nou, toen we hier kwamen wonen was het eigenlijk een vochtig en wel kil huis. Toen hebben we eigenlijk meteen een hoog rendementsketel geplaatst die beter regelbaar is en ook dubbele ramen. Maar ja, dan praat je over isoleren en dan praat je over uiteindelijk zonnepanelen. En dat, daar komt dus bij ook het gevoel van de zorg voor het milieu. Dus comfort, milieu natuurlijk. Milieu. Nou, en dan heb je ook nog wel het rendement. En dat meet zich bijvoorbeeld in de kosten van verwarming en elektriciteit. Maar toch ook laten we zeggen, het plezier. En dat is vooral het dagelijkse pleziermomentje wat ik heb als de zonnepanelen veel stroom opleveren. En hoe bent u nou te werk gegaan? Nou, we hebben dat eigenlijk helemaal zelf gefinancierd door veel doe-het-zelf. Dus dan koop je alleen je materialen. Maar goed, ook eigenlijk per kas. Dus eigenlijk stukje bij beetje. Stap voor stap. Stap voor stap, zodat het ook overzichtelijk is. Nou,
Dank u wel voor de rondleiding. Super gaaf om te zien wat jullie allemaal hebben gedaan. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren. Een evenement van de 7 West-Friese gemeenten in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en natuurlijk de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Ben jij nou ook benieuwd naar wat jij kan doen, welke stappen je kunt zetten? Met een heel klein stapje maak jij al een groot verschil. Kijk dan even op de site van het Duurzaam Bouwloket. Zien wij elkaar weer terug bij de volgende aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren.